Het is donderdag 14 april. Ik sta hier voor de ingang van de Tweede Kamer, waar we weer een dag lobby voor de boeg hebben. Een paar hele mooie weken achter de rug, met name eind maart. Hier vlakbij op de Hofvijver hadden we een fantastisch internationaal ondernemersdiner en het Jong ONL-event. 2 dagen achter elkaar ONL in actie. Belangrijkste doel, netwerken ontsluiten, internationale handel stimuleren. Zorgen dat ondernemers met heel veel ambassadeurs hier in Den Haag gevestigd in contact konden komen. Dat was een prachtige avond, maar heeft vooral ook heel veel business opgeleverd. En daar staat ONL ook voor. Handel en business, dat is natuurlijk heel belangrijk voor Nederland. Nou, en hier achter mij is natuurlijk veel te doen over het Oekraïne-referendum. Nou, daar kan je veel over zeggen vanuit politiek perspectief. Wij zeggen vanuit de ondernemend Nederland met z'n allen. Jongens, het gaat uiteindelijk om de internationale handel. Is olie in de raderen van de economie? Dat moet voorop staan. Oekraïne is een groot land. Kan veel mee gedaan worden als het gaat om handel. En wij zeggen tegen de politiek, zorg dat dat in elk geval gewaarborgd wordt voor de komende tijd. Want dat hebben ondernemers nodig. En hebben de Nederlandse economie ook nodig. Ja, dan hebben we deze week gesproken met de deskundigen, met de derivatencommissie, over rentederivaten. Nou, die commissie is ingesteld om een herstelkader vast te stellen, zodat heel veel MKB'ers die benadeeld zijn de afgelopen jaren door banken, gecompenseerd worden op een transparante en nette manier. Wij mogen als ONL in elk geval onze mening geven aan de derivatencommissie. Die hebben we ook heel duidelijk gedaan. En die mening is 1. Dat herstelkader moet zo snel mogelijk worden vastgesteld. Het moet helder en transparant zijn. En wat we ook heel belangrijk vinden, dat er toch een herstel van vertrouwen gaat ontstaan tussen banken en ondernemers. Want ook dat is eigenlijk olie in de raderen van de Nederlandse economie. Ja, en dan sta ik hier op het prachtige plein in Den Haag. Het is nu zonnig. Over 5 maanden, op 9 september 2016, zullen wij weer de Nationale Ondernemersdag organiseren. Hier vlakbij. Vordering van de Tweede Kamer. En dan gaan we als belangrijkste item van die dag de schaduwbegroting voor Nederland presenteren. Onze ideeën voor 2017, voor de begroting, maar natuurlijk eigenlijk ook voor de formatie die waarschijnlijk in maart 2017 zal starten. Dus kom met je ideeën, kom met de plannen, praat met ons mee. We gaan de komende 3 maanden die schaduwbegroting samenstellen. In september gaan Mark Rutte presenteren. Dus pak je kans, praat mee en laat je mening horen. En dan ga ik nu gauw weer naar binnen om verder te lobbyen.